graag vertel ik wat over de tentoonstelling Hoor Eens Even. Want als uitkomst van mijn onderzoek heb ik samen met doven en slechthorende experts deze tentoonstelling samengesteld. En in de tentoonstelling willen we aandacht vragen voor de vermeende tegenstelling tussen doofheid en geneeskunde. Willen we laten zien dat het heel complex is, maar ook een hele rijke geschiedenis van doofcultuur en gebarentaal. Ik ben Ruben Verwaal en ik ben conservator bij het Erasmus MC van de medische collecties. En tevens werk ik als postdoc bij het Instituut voor Medical Humanities in Durham. En daar heb ik onderzoek gedaan naar de geschiedenis van doofheid en slechthorendheid. En we hebben een tentoonstelling ingedeeld in een aantal thema's. Omdat we die belangrijk vinden om te laten zien. En de eerste is bijvoorbeeld over dove cultuur en gebarentaal. Want er zijn heel veel patiënten die spreken in gebarentaal. Maar hoe gaat dat en wat is hun geschiedenis? Een ander thema is slechthorendheid. We komen natuurlijk genoeg slechthorende patiënten ook in het Erasmus MC. Maar waar lopen zij dan tegenaan? En in de tentoonstelling hebben we een slechthorende illustrator gevraagd, Geeske, om de emoties uit te drukken. Wat het betekent om, als je slechthorend bent, in de wachtkamer te zitten en je weet niet wanneer je aan de beurt bent. Om hoe het is om per se een telefoon op te moeten pakken om een afspraak te maken. En andere miscommunicatie die kan gebeuren. En als laatste thema, en dat is misschien ook wel mijn favoriet, is laten zien dat we ook steeds meer een inclusieve zorg worden. Want ook doven en slechthorende zorgverleners werken in het ziekenhuis. Dus als analist in het lab, of als verpleegkundige, of als bij de apotheek. Er zijn ook genoeg mensen met een gehoorverschil die wel degelijk een carrière kunnen maken in geneeskunde. De tentoonstelling Hoor Eens Even loopt de hele zomer tot en met september 2022. Dus als je zin hebt en nieuwsgierig bent, kom naar het onderwijscentrum en bekijk en lees al deze mooie verhalen en objecten.